Goedemorgen, dan ben jij weer in Ja. beeld. Zo, je bent ook weer in beeld. In de geschiedenis van het Joodse volk in Israël komt het heel vaak voor dat het volk, het land belegerd wordt of geïnfiltreerd wordt of lastiggevallen wordt door de mensen die wonen in Eretz Plishtim, in het land der Filistijnen. Lijkt een beetje op het woord Palestijnen, maar er is geen verband. Zou het ook oorspronkelijk zijn? Zeg je? Er zit natuurlijk, Ja. nadat we het land verlaten, zijn we gewoon met Palestina gaan Ja. oefenen. Dat zal toch gewoon. Dus er heeft misschien, er is wel zeker een historisch verband, maar wat wel zo is dat die hoek daar beneden altijd tot last is geweest, ook in de tijd van koning David, hebben de inwoners, de Pilistien van die landstreek, dat 2 keer zo groot is als het eiland Texel, heel veel problemen veroorzaakt, ook in het koninkrijk van koning David. We spreken over Gaza. Zeg je? We spreken over Gaza. Gaza, ja, Gaza. De Palestijnen waren van, hoe heet het, van Ham. En de Arabieren zijn van Shem. Ja. Dat is een andere Ja. afstand. Het zijn meer broeders dan Ja. de. Zeker in deze tijd zien we dat dus. Dus ik wil een beetje een parallel trekken met wat nu gebeurt en wat in het verleden gebeurd is. Daarom behandel ik nu een stukje uit de Gemara. Even kijken. Kijken. Een stukje uit de Gemara. Ik ben even te ver doorgeschoten met mijn computer. Even iets terug, moment. Moment hoor. Zo. De Gemara vertelt nu, we gaan een stukje uit de Gemara behandelen, hoe David wordt gestraft wegens zijn rol in de oorzaak van de slachting in het dorpje, in het stadje Nof, de priesterstad. Jullie kennen het verhaal dat David en Jonathan elkaar op het veld ontmoeten. Toen het nieuwjaars was, nieuwe maansfeest was Chodesh. Saul haatte, op instigatie overigens en aangewakkerd door Doeg, de Edomiet, haatte David. En hij wierp zelfs een speer naar Jonathan, die op een haar miste, om aan te geven hoe hij David haatte. Toen ging Jonathan, de zoon van David, de zoon van Saul, Zo. die ging naar de afgesproken plaats naar David, om hem te waarschuwen: denk erom, mijn vader is moordzuchtig en wil jou doden, dus vlucht van hier. En de Gemara vertelt dat David gestraft werd wegens zijn rol in de oorzaak van de slachting in het dorpje Nof, in het priesterstad. En dat verhaal wordt hier dus nu verteld. Nou, dan beginnen we bij dat rondje in de Talmud. Yishbi benof asher binudei garafa. En met betrekking tot Yishbi en Nof. Want Yishbi asher binudei garafa. Yishbi was een van de zonen van garafa. Wie is nu garafa? Garafa is hetzelfde als Orpa. En Orpa is, zoals jullie weten, de zuster van Ruth. Waarom heet zij Orpa? Orpa betekent, komt van het woord Oref. En Oref is nek. Dus zij keerde, Orfa keerde Naomi de nek toe. En ze draaide zich om. Wij noemen dat de rug toedraaien. Wat zeg je? Wij noemen dat de rug toedraaien. Ja, de rug toedraaien. Zij keerde zich om. Ze wendde zich spiritueel gezien af
van Ruth en Naomi. En ze ging haar eigen gang. En ze kreeg een aantal zonen. Een van de zonen van Orfa was Goliath, de reus Goliath, maar ook Jishbi. En Jishbi was net zo groot als Goliath en net zo sterk en net zo gevaarlijk. En nu wordt het volgende nog even iets vertellen over Orfa. Af en toe dan gaat mijn computer uit. Maakt niet zo uit. Nee, kom maar door. In Samuel, het tweede boek van Shmuel, in hoofdstuk 21, vers 16 tot 17, staat het volgende. We Yishbi benof asher bilodei chorafa, umishkal kino shlots meot mesheka nechoshet uhu chagur chadasha, vayomer laakot et David. En Yishbi, dus de broer van Goliath, was een van de zonen van Garafa, van Orpa. En met betrekking tot Nof. He, dat heeft allemaal te maken met het priesterstadje Nof. Daar komen we zo op. En het gewicht van zijn speer was 300 shekels in koper. Dus dat is ontzettend zwaar. Nee, dat staat hier niet hoor. Maar ik lees even voor wat er over... Wat zeg je? Het woord giraf. Giraf met de nek. Absoluut. Dus het gewicht van zijn speer was 300 shekel in koper. Nou, dat is ontzettend zwaar. En hij was met een nieuwe wapenuitrusting omgord en hij zei dat hij David wilde doden. Waarom? Omdat David Goliath gedood had, zijn broer. En dan staat er nog verder in de tenag. Waar ja, Azar la Abishai ben Tsruya. Maar Abishai, de zoon van Tsruya, kwam hem, dus David, te hulp. Waar Jach et hap Filisti, hij sloeg de Filistijn neer, waar Jim Tagu, en doodde hem. As nishbeu anshe David lo, toen bezwoeren de mannen van David, dus het leger van David, die zeiden tegen David als volgt, lot et seot itanu la milchama, ga let, trek niet meer met ons ten strijde. Belotte gase et neer Israël, opdat niet het licht van Israël wordt gedoofd. Dus David werd vergeleken met het licht voor Israël. En de letterlijke vertaling van Yishbi benof is eigenlijk Yishbi uit Nof. Maar we zullen even wel leren dat hier bedoeld wordt. Yishbi in verband met de rampzalige geschiedenis die zou plaats hebben in het stadje, in het priesterstad Nof. Ja? En de woorden Yishbi uit Nof zijn eigenlijk een samentrekking van de woorden Ish Shebo Shalnof. De man die kwam wegens Nof. En dat was dus Yishbi. Nou, dan gaan we verder met de Gemara. Even kijken. Ja, Garafa had ik verteld dat het Orfa was. Dan gaan we verder. Umishkal Kino. En het gewicht van het punt van zijn speer. Shlosh me'ot mishkal nechoshet was 300 shekel in koper. Vehu chagur chadasha. En die Tishbi die had een nieuwe wapenuitrusting zich daarmee omgoord. Vejomru lahakot et David. En hij zei dat hij daarmee David wilde doden. Nou vraagt ik de Mara het volgende. Mai v'yishbi benop. Wat is eigenlijk de betekenis van Yishbi uit Nop? Yishbi met betrekking tot Nop. Rav Yehuda Amar Rav. Rav Yehuda zegt uit naam van Rav het volgende. Ish shebo al iske nof. Dat betekent, de bedoeling van het vers is te zeggen dat er een man, een ish, kwam om David te straffen wegens de gebeurtenissen in de priesterstad Nof. Amar le, want wat was er namelijk gebeurd? Jullie weten dat David die was weggegaan. Hij had afscheid genomen van Jonathan. En de eerste fout die hij gemaakt had, als je iemand uitgeleide doet voor een verre reis, moet je hem eigenlijk altijd
dat heet met een oud Nederlands woord teerkost meegeven. Iets als een koek of een brood. Iets om te eten. Overleverings. Wat zeg je? Overleverings. Ja, iets om te overleven. David trok de woestijn in. En hij moest iets eten. Maar hij kreeg nog eten, nog drinken, gaf Jonathan hem mee. En met het gevolg dat David hongerig en dorstig in de stad, priesterstad, nog kwam. Daar kwam Achimelech, dat is de hoge priester. Die kwam hem tegemoet, wat doe je hier? En toen zei David, in plaats van dat hij de waarheid zei, dat hij namelijk op de vlucht was van Saul. In dat geval had Achimelech hem zeker niet geholpen. Maar hij zei, ik kom hier om spionage te plegen. Ik ben eigenlijk het verspieder namens Saul. En ik moet verder de woestijn in. En wat deed Achimelech? Die gaf hem het zwaard van Goliath om zich te verdedigen. En hij gaf hem ook brood mee. En dat zag Doeg, de Edomiet. Die was namelijk op dat moment in de priesterstad Nof. Die was daar boven op een berg. En die zag dat Achimelech dat zwaard en het brood overhandigde. En Doeg haatte David. En die roddelde over David bij koning Saul. En Saul die trok onmiddellijk met zijn soldaten en Edomiet, de Edomiet Doeg, naar het priesterstadje om daar David te zoeken. Maar David was onderhand al gevlucht naar de woestijn. Nou, jullie kennen de geschiedenis. Saul vroeg aan Doeg, waar is David? En Saul vroeg aan Achimelech, waar is David? Achimelech zei, ik weet het niet, hij is de woestijn ingevlucht. Heb je hem het zwaard van Goliath gegeven? Ja. Heb je hem brood gegeven? Ja. En Saul was zo kwaad en hij gaf opdracht om alle priesters van Nof te doden. Maar de soldaten van Saul die weigerden dat. En de proseliet Doeg, die doodde in opdracht van Saul al die priesters. Het waren er meer dan 300 slechts. De zoon van Achimelech, die ontsnapte. En hebben we daarom vandaag zo weinig koning? Wat zeg je? Hebben we daarom vandaag zo weinig koning? Nou, dat weet ik niet. We hebben relatief gezien best veel koning, vind ik. Ja, en levieten, als je dat vergelijkt. Ik vind het dat je best. 25%. U bent zeker Cohen, of niet? Ja, we hebben hier 25%. Ja, hij is een van de... ik wil niet zeggen dat alle koanim in die priesterstad waren. Er waren er natuurlijk ook verspreid in heel Israël, in de steden. Maar in die plaats... Hier zien jullie dus dat nota bene door toedoen van de Joodse koning Saul... Goedemorgen. Ach, toch nog. Ja, Johan, laat. Nou, maakt niet uit. Ruim. Ga zitten. Zie je daar de tijd. Dat is een halszaak hier. Maakt niet uit. Ik heb nog een blaadje. Alsjeblieft, hier is water. Nou, hier zien jullie dat. Moet ik nog eentje laten maken? Moet je een blaadje? Luister wel, ja. Nou, jullie zien dus hier in dit verhaal dat door toedoen van de proseliet Doeg en de Edomiet, en de Edomieten waren eigenlijk vijanden van het Joodse volk, de slachting plaatsvond in het stadje Nof, waar 300 priesters dus omgebracht werden door het zwaard. En de vergelijking die ik even maak met vandaag aan de dag is ook dat ook dit dus plaatsvond vanuit de stad, vanuit het Filistijns gebied, waar die Doeg vandaan kwam. Dus daar zit een soort historisch verband. Goed. Bas, ik had het over Jishbi, dat was een boer van Goliath. En die kwam uit de Gaza-strook, de huidige Gaza-strook. En die boer van Goliath, die was erop gepind om die David te pakken te krijgen, omdat hij natuurlijk boos was dat David zijn broer Goliath vernietigd had. En die Jishbi was ook een reusachtige man. Nou, wat is... in feite wordt David door God beschuldigd van, als jij
niet gelogen had tegen Achimelech, de hoge priester, dan had Edom, dan had Doeg de Edomiet, had dat niet aan Saul verteld. Het zei dat die hele geschiedenis, die hele keten van rampzalige gebeurtenissen, wordt door jou veroorzaakt. En mede veroorzaker van dit, van deze rampzalige geschiedenis was ook Jonathan, die geen teerkost aan David had meegegeven op zijn vlucht door de woestijn. En Amar Leha Kadash Bor Gule David, en de heilige geprezen hij, sprak tegen David, Ad matar ye avon ze maton biyadega, tot wanneer zal deze zonde nog aan jouw handen kleven? God zei dus tegen David, tot wanneer zal deze zonde nog aan jouw handen kleven? Al yadega, door jouw toedoen, neherga, Ier HaKoanim werden de bewoners van Nof, de priesterstad, uitgemoord. Nitrat Doeg HaAdomi, en omdat die Doeg al die priesters heeft vermoord, wordt hij verbannen van de toekomstige wereld, terwijl het wel een proseliet was. En door jou toedoen, door jou toedoen worden Saul en zijn drie zonen in de toekomst gedood op de berg Gilboa, waar ook weer een strijd tussen de Filistijnen en het leger van koning Saul zou plaatsvinden. Dus God zei tegen David, jouw komst in het stadje Nof en je misleiding van de hoge priester door tegen hem te liegen en niet de waarheid te zeggen dat je op de vlucht voor Saul was, heeft een keten van rampzalige gebeurtenissen veroorzaakt, waarvoor je je straf zal moeten ondergaan. Tegenwoordig in het chaos-theorie. Zeg je? Tegenwoordig in het chaos-theorie. Ja, ja, chaos-theorie. Dit is een voorbeeld ervan. Ja. Het een veroorzaakt het ander, et cetera. Rutsonnega. Je mag je straf uitkiezen. Is het je wens dat je nakomelingen ophouden te bestaan? In feite is dat zo. In feite werden alle nakomelingen op één na. Dat was een Joash, dat was de enige nakomeling van David die in leven bleef. En daar is ook de Davidische lijn uiteindelijk door voortgezet. Alleen we weten niet wie dat zijn. Want ja, we kunnen allemaal van David afstammen, dat weten we niet. Maar er is maar één nakomeling van David, die is op deze wereld in die lijn. Rechtstreekse mannelijke lijn. Sorry? De rechtstreekse lijn uit David komt via Joash. Ja. En ja, die gaat dan in de geschiedenis op. En we weten niet wie dat is, maar dat zal ongetwijfeld een keer uitkomen, want dat is de Ben David de Mashiach. Uit de familie komen waar veel dochters geboren zijn. Iedere keer maar één zoon en een aantal dochters. Ja. Nou, dat is dus God vraagt aan hem, is het je wens dat je nakomelingen ophouden te bestaan? Of te masseer bejat ojef? Of wil je overgeleverd worden in de handen van je vijanden? Amar le vanaf, hij, David, antwoordde tegen hem, ribono shalom, heer der wereld, mutaf, het is beter, emsor bejat ojef, dat ik overgeleverd word in de handen van de vijand, velo yigle zao, opdat mijn nakomelingen niet teloor zullen gaan. Dus hij koos eigenlijk, hij koos om gekidnapt te worden, om het zo maar te zeggen, zodat zijn nakomelingen zouden redden. Ja, dat is natuurlijk best een moeilijke keuze die David werd opgelegd. Hij, David, zei tegen hem, dus heer de koning, het is beter dat ik in handen van de vijand val dan mijn nakomelingen ophouden te bestaan. Yoma gat, op een dag, nafak leschor badai, ging David op jacht. Dus als gevolg van deze geschiedenis ging David op jacht. Ata Satan kwam, we itmile en verscheen hem katevia, als een hert. Patak biyak hiera velo matje. David zag dat hert
pakte pijl en boog en schoot op het hert, maar hij miste. Voordat we verder gaan, moet ik even een geschiedenis vertellen. Het lijkt alsof de Satan de slechte, de boosdoener is. Dat is die, maar wel in opdracht van Kodesh Baruch Hu. In tegenstelling tot christenen geloven wij Joden dat de Satan weliswaar in onze ogen misschien een kwade engel is, maar hij is er om het Joodse volk te beproeven. De Satan, die werd 10 keer, hinderde hij Abraham bij het brengen van zijn offer, namelijk zijn zoon. Het is een bekende midrash dat Abraham op een gegeven moment door een rivier moest met Yitzchak en de ezel als de twee bedienden. En het grappige, ik moet nog even vertellen, dat staat er geschreven dat Abraham, Kach et Bidga, dus Elohim, God, zei tegen Abraham, neem je zoon. Hij zegt, ik heb 2 zonen, welke zoon? Welke, ja. Als je El Hefta, die je lief hebt, ja, maar ik hou van beide zonen. Gide ga jij, ja, nou, et Yitzchak, en daarna, om het wat makkelijker, minder moeilijk te maken, neem Yitzchak. Nou, dan staat er, oh ja, het begint met Wayomer Elohim le Abraham, Wayomer, dus God sprak tot Abraham, en Abraham zei, hineni, hier ben ik. Met andere woorden, wat je van me vraagt, hineni, ik sta voor je klaar, Kodesh Baruch Hu. Nou, en dan staat er ook nog dat hij op weg ging, Abraham, maar hij zadelde zelf zijn ezel. Niet zijn 2 bediendes. Nee, Abraham was zo eager, zo verlangend om de opdracht van Kodesh Baruch Hu te vervullen, dat hij zelf zijn ezel zadelde. Ik zou tegenwoordig zeggen, hij maakte zijn eigen auto klaar, et cetera. En niet zijn bediende haalde hem uit de garage. Nee, hij haalde zelf de auto uit de garage om weg te gaan. En dat zien we ook parallel hieraan in de geschiedenis van Biliam. Dat God zegt, ja, je mag niet gaan de eerste nacht. En de tweede keer zegt hij, nou, je mag gaan. Maar denk erom, je mag het volk niet vervloeken. Alleen maar zeggen wat ik in je mond leg. En dan staat er 's ochtends geschreven dat Biliam zijn 2 bedienden nam. En zelfs zijn ezelin. Zo vervuld met haat was hij, dat hij zelfs zijn ezelin zadelde. Terwijl Abraham zo vervuld met liefde was om zijn ezel te laden. Dus je ziet hoe liefde en haat eigenlijk tot eenzelfde manier van handelen leiden, maar dan tegengesteld, contrair van elkaar. Nou goed, ook in dit geval zien wij dus dat David gestraft wordt. En dan zegt Kodesh Baruch Hu, door jouw toedoen worden de bewoners van Nob, de priesterstaf, uitgemoord. En door jouw toedoen word ik verbannen van de toekomende wereld. En door jouw toedoen worden Saul en zijn 3 zonen, waaronder Jonathan, uiteindelijk gedood in de strijd tegen de Filistijnen. Je mag jezelf je straf uitkiezen. Nou zegt David, laat mij dan maar in handen van de vijand vallen. Laat mij maar als het ware gekidnapt worden. Nou, dan gaat het verhaal verder. Dat David zei tegen God, Heer de Kosmos, is het beter dat ik in handen van de vijand word overgeleverd en dat mijn nakomelingen niet ophouden te bestaan. Dus hij ging op een dag op jacht. Satan kwam en verscheen hem als een hert. Hij schoot een pijl op hem af en natuurlijk miste hij. En zo bleef hij achter dat hert aangaan. En wat gebeurde er? Je kunt het raden. Hij kwam in het land zonder dat hij het in de gaten had. Trok hij de grens over, kwam in het land der Filistijnen in Gat. Daar zag Tishbi uit Nof, die zag hem, de broer van Goliath. En Kedegazre Joshua Benof, toen Tishbi Benof hem zag, Amar, zei hij, Hainu Hai, dat is diegene, die persoon, de Katle le Goliath Achi, dat is de persoon die mijn broer Goliath gedood heeft. Kafte, Kamte, Otwe, Weshade, Toti, Ben Bedayaf. Hij, Yishmi Benof, bond hem, David, hij greep hem vast, bond hem en duwde hem voorover en smeet hem vervolgens in de olijfpers. En op die manier wou dus die steen van die olijfpers, die wou hij op David drukken en dan erop gaan staan, zodat David gedood werd.
Maar het Aviale in Nisa, er gebeurde David een wonder. Magale Ara Mitute, de grond werd zacht onder zijn voeten en David zakte als het ware door de bodem naar beneden, zodat die steen geen invloed had op zijn leven. En dan zegt de Gemora, Hainu Dichsif, dit is de betekenis van wat er geschreven staat in Tehillim, in de psalmen. Er staat namelijk het volgende in psalm 18, vers 37. Daar staat, even kijken, wat staat er? Ik wil de letterlijke tekst voorlezen. Daar staat, Targif Tsaade Tachtai. Dus God heeft als het ware verruimd de ruimte onder mijn voeten. Belom Ma'adu Karsilai, zodat mijn enkels niet gebroken werden en ik niet verpletterd werd door die olijfpers. Dus God heeft, ondanks het feit dat hij vond dat David gestraft moet worden, toch een groot wonder verricht. En zoals we ook vandaag aan de dag hopen dat Eretz Yisrael, dat Joodse volk, dat wij door een wonder van God onze gekidnapte broeders zullen worden bevrijd. Even nog een verhaal vertellen over. Mag een verhaal vertellen over die Satan. Hier zien jullie in het verhaal dus dat de Satan de opdracht krijgt van Kodesh Borgo om zich te vermommen in een hert, zodat David achter hem aangaat. Dus de Satan is hier puur de uitvoerder van Gods wil. Het is geen zelfstandige negatieve kracht, maar het is een engel die de opdracht van Kodesh Borgo uitvoert. In het geval van de offerander van Yitzchak, moet Satan ook Abraham proberen te hinderen, opdat hij niet dat wonder dat offer gaat brengen. En op een gegeven moment moet Yitzchak, of de Satan zorgt ervoor dat er geen rivier is, waar Abraham doorheen moet met zijn ezel en Yitzchak. Dan gaat het water van de rivier omhoog en stijgt er aan de hals. En dan vertelt de Midrash, dan zegt Abraham, afrecht Satan, wees, ga weg Satan, en dan zakt onmiddellijk het water. Dus 10 keer wordt Abraham beproefd, uiteindelijk brengt hij dan zijn zoon ten offer, maar op het laatste moment komt er een stem uit de hemel, Abraham, Abraham, strek uw hand niet uit. Wat gebeurt er met de Satan? Iedereen die die beproeving van de Satan doorstaat, op dat moment moet de Satan, hij gaat juichen, hij gaat dansen, omdat de mens de verleiding doorstaan heeft. Dans de Satan. Dus de functie van de Satan is de mens een nisayon, een beproeving te brengen. Maar als de mens die beproeving doorstaat, dan juicht de Satan, want hij is ook een dienaar van God. Dus ook in dit geval. Een ander verhaal van koning David. David heeft het niet makkelijk gehad in zijn leven. Dan vraagt hij aan Kodesh Borgo, moet je eens luisteren in het 18e gebed. Hè? Gai is 18, de 18 bragot die we bij de Shmoneresse Gaius leven, uitspreken, die ons in leven houden. En zegt David, klaagt tegen Kodesh Borgo, zegt, er staat geschreven, Baruch da Hashem, geprezen bent u God, onze God, Elohim Abraham, God van Abraham, God van Isaac, God van Jacob. Waarom staat er niet God van David? Ik ben toch ook belangrijk? Zegt David, zegt God, Die 3 aartsvaders, die hebben allerlei beproevingen doorstaan en goed afgerond. Maar jij, ik weet niet of jij dat zal doorstaan. Beproef mij, zegt koning David, staat in zijn psalm. Beproef mij, God, beproef mij. Dan zegt koning Borgo, ik zal je beproeven, maar ik zal je ook vertellen wat ik niet heb gedaan bij de aartsvaders, waarmee je beproefd wordt. Je zult worden beproefd door een vrouw. Je zult de verleiding niet weerstaan. Nou, David die hoort dat en die klimt de trap op, die gaat naar zolder, naar het dak. Jullie weten dat in de Torah staat een maske, dat er een omheining op het dak. Dus hij leunt zo voorover over die omheining en kijkt in de verte en dan ziet hij een tentdoek. En achter het tentdoek, of boven het tentdoek, ziet hij een vrouwenhoofd, wat gewassen wordt door een andere vrouw. En
Nou, hij bekijkt dat en op dat moment komt de Satan in de vorm van een vogel en die vliegt daar. En David pakt zijn pijl, hij mikt op die Satan, maar hij mist op die vogel en hij mist. Hij raakt het tentdoek, dat valt naar beneden. Daar staat Bathsheba in volle glorie. Nou, jullie kennen het verhaal. Dus ook hier, in dit geval... Wat zeg je? Ja, ver beschrijving nu. Ja, ik vind het ook geestig maar hoe je het vertelt. Geestig hoe je het vertelt. Ja, ja, dank je. Ja, maar ja, David hij ging voor de bijl. En ja, in dit geval heeft de Satan ook weer de opdracht om het Joodse volk, of in dit geval David, te beproeven. Eigenlijk is de Satan, dat is de Yetzer Hara. Ieder mens heeft een slechte neiging, we hebben een Yetzer Hara toch een goede neiging. Dat zijn twee neigingen die continu met elkaar in gevecht zijn. Denk maar aan een keeper in een stadion, voordat hij een belangrijke wedstrijd moet spelen. Gaat de trainer en alle spelers gaan penalty schieten. Op die keeper, op dat strakjes in de finale. Is misschien gelijk spel. Dan moeten de penalties genomen worden. Dus de keeper die wordt getraind. En hoe beter die keeper wordt. Hij krijgt heel veel schoten. En hij wordt steeds beter. Maar diegene die die penalties afschiet. Wordt ook steeds beter. Dat is de betekenis van de Yetzer Hara en Yetzer HaTov. Hoe beter de Yetzer HaTov wordt. Hoe bekwamer die Yetzer Hara wordt in jezelf om elkaar te bestrijden. Hoe groter de geest, hoe groter het beest wordt in het Nederlandse spreekwoord. Hè? Dus een continue strijd. Pas op het moment wanneer we in staat zijn om onze voet op de kop van de slang te zetten. Hè? Dan zijn we de baas van de Yetzer Hara, van die slang. En het wordt gesymboliseerd ook, want de slang, de nagash in ons, de Yetzer Hara. Nagash heeft de getalwaarde van Noem, is 50, Ged is 8 en Shin is 300, 358. En de Yetzer HaTov wordt ook wel Mashiach genoemd en heeft ook een getalwaarde van 358. Dus dat is precies met elkaar in evenwicht. En dat zijn weer van die marketingluiden die je bellen. Ja, ja. Die zijn met elkaar in evenwicht. Dus die strijd die uitwendig plaatsvindt, die vindt ook inwendig plaats. Dus de Mashiach komt als we allemaal in staat zijn om onze poot op de kop van de slang te drukken. Dus dat is even hier even een uitgeleider. Sorry dat ik altijd zo uitweid. Maar wacht even, dan een beetje. Slok je kopje. Nou, dan gaan we verder met dit verhaal. Even kijken hoe laat is het. Ja, ik heb een gouden tijd om het af te maken. Dus David koos er dus voor om gevangen genomen te worden. Hij werd dus gevangen genomen door Yishbi uit Nof. En wat gebeurt er dan? Nou, dan gebeurt het volgende. Dat Avishai, de zoon van Tsruya, dat was eigenlijk zijn zwager. En die was ook een hele trouwe dienaar van David. Die was bezig net om zijn haar te wassen. Wat ook in dit geval zijn haar in te zeepen. Want het was Shabbat bijna. En hij wilde dus zijn haar wassen met 4 maten water. Ga zien hoe Kit Medama. Toen hij zo bezig was zijn haar te wassen. En hij keek dus in het water wat naar beneden droop. Zag hij plotseling bloedvlekken in het water. Ikke de Omri, er zijn er die zeggen. Ata Yana, Yona, dat er een duif aan kwam vliegen. It trief Kame. En dat hij met zijn vleugels begon te klapperen, die duif. En Amar, daarop zei Avishai tot zichzelf het volgende. Yisrael luyona itmale. De gemeenschap van Israël wordt vergeleken met een duif. Shneemar, omdat er staat geschreven, kan vee yona nepach bakeset. De vleugelen van de duif zijn met zilver bedekt. Dat staat in de Mishle in de spreuk van koning Salomo. Shemamina, en hieruit leid ik af. David Malkeri Israël met Zahra Sharei. Dat de koning van Israël, David, zich in problemen bevindt. In groot gevaar bevindt. Atale WT. Hij ging naar het huis van David. Welo Ashkege. En hij trof hem niet aan. Amar, hij sprak tot zichzelf. Tenan. 1 Rochwim al Suso. 1 Joshwim al Kiso. 1 Mishtamshwim besharito.
Er is geleerd op basis van de mondelinge traditie. Niemand anders dan de koning mag op zijn eigen troon zitten, mag rijden op zijn paard. En niemand anders dan de koning zelf mag, mag zijn scepter gebruiken. Bishat haskana mai, maar hoe zit het dan als er sprake is van gevaar van de koning? Mag ik dan op zijn paard rijden of op, et cetera? Ata shi'il be midreshe amrule. Hij ging het vragen aan de Torah geleerden in het Beis HaMidrash en die zeiden het volgende tegen hem. Ik ga weer te snel. Even kijken. Het zeiden het volgende tegen hem. Even kijken. Ja, zoveel makkelijker. Ja. Zelfs ja. Amar tenan. Ja, Bishat Haskana. Mai Asa Shi'il B. Ze zeiden tegen hem: vraag maar wat je te vragen hebt. En hij vertelde het, Bomid Rasha, hij vertelde wat er gebeurd was aan Mohule. En de geleerden in het Beis HaMidrash zeiden tegen hem: Bishat Haskana. Ten tijde van het gevaar van de koning, Shapir daarmee, is het geoorloofd te doen wat noodzakelijk is. En mag je inderdaad, als het moet, op het paard van de koning zitten. Was natuurlijk een snel paard. En weer. En we kan. Hij stond dus op, Baazal, en hij ging. Lefrida, hij pakte de ezelin van de koning. Dat is heel vreemd, hè? We hadden het over paard en hij nam de ezel in. Waarom nam hij die ezel? Die ezel die wist instinctief waar koning David zich bevond. De ezelin, een ezelin en zijn baas hebben altijd een hechte band. In dit geval een goede band. En bij Biliam zien jullie dat de ezelin ook een band had met zijn baas. Want er staat de kinnebak van de ezel werd geopend. Er staan puntjes boven dat woord. Waarom? Omdat dit een van de 10 wonderen was die geschapen werd, staan in de Pirkei Avos. Voor de schepping van de aarde werd de kinnebak van de ezel geschapen, zodat hij kon spreken. De keshet, de regenboog, de bron van Mirjam, dat de Schelfzee opende, de stok van Mozes, et cetera. Allemaal dingen, het gat van Korach waar ze in vielen. Al die dingen werden geschapen voor de scheppingen. Ook in dit geval pakte hij dus een ezelin die instinctief wist. En die ezelin van Biliam, die bediende ook dag en nacht Biliam. Wat deed hij namelijk? Biliam bereed de ezel niet alleen overdag, maar ook 's nachts. Hij pleegde sodomie met die ezel. Vandaar dat die ezel ook zegt: ben ik niet altijd jouw ezel geweest dag en nacht? Heb je niet altijd dag en nacht op mij gereden? Staat in het Nederlands vertaald. Het woord rijden heeft die dubbelzinnige betekenis. Nou, ook hier is de ezelin van David, die snelt. Die gaat snel weg. En dan komt er een wonder. Wat gebeurde? Kitsve le ara. En de aarde, die kwam hem tegemoet. Dat zien we ook in de geschiedenis van Jacob. Dat hij naar, hoe heet het? Dat hij dus vlucht voor Esau. En dat hij eigenlijk al bijna bij Laban was aangekomen. En staat in de Gemora beschreven. Zegt hij: oi, ik ben daar langs bij Beit Eel gekomen. En ik heb niet tot God gebeden. Op de plek waar hij Jacob, waar hij ook mijn voorvader verschenen is. Dus hij gaat terug naar Beit Eel. Dus Kitswa Adama staat er. De aarde kwam hem tegemoet. Dus je moet je voorstellen dat je met je Ferrari over de weg rijdt. Hè? Als Jos Verstappen. Je rijdt wel heel snel met je ezelin. Maar die weg komt hem als het ware tegemoet. Dus het is een dubbel wonder. En dus ook in het geval van Jacob kwam de aarde hem tegemoet. Kitswa le arado. Aarde kwam tegemoet. Bahadi daka maske gaziele orpa. En onderweg zag Tsuruya ben Abishai, en die zag plotseling Orpa, de moeder van Tishbi Benof. Ime, de moeder van Tishbi Benof, de Hawe Nilwe
dat ze bezig was met het spinnen. Kigazite pasketa le pilte shadehu. En toen ze zo aan het spinnen was, toen pakte zij haar de spoel van die spin, van de spinnenwiel, en die gooide zij naar Avijay om hem te doden. Want ze wist dat hij natuurlijk onderweg was om David te redden. Maar die spoel die viel op de grond, die miste hem. En toen zei ze, jongeman, geef mij de spoel, want het is per ongeluk uit mijn handen gevallen. Amar Nipua Lewe Niktal. Hij pakte die spoel, hij doorboorde haar de schedel en zij werd gedood. Amar Abishai. En ja, het was niet lekker allemaal. Amar Abishai en Abishai sprak. Sham Ukmele David Ben Shemaya La'arei. En er gebeurt hier. Amar. Wat was er gebeurd? Wacht even, hoor. Nee, ik heb hem misschien overgezien. Ah, wacht even. Joshua. Ja. Gazje, op dat moment, Yishvi Benof, zag Yishvi Benof. Ilouye Sabra le Maklita. Hij zag, Tishbi Benof zag dus die Tsruya, Avishai ben Tsruya aankomen. En hij dacht, oh, hij is op weg om David te redden en om mij te doden. Amrale Olam Isjele Pelech Patkia Beresh Mora. Hij stak zijn lans omgekeerd in de aarde. Dus de achterkant van zijn lans, die heel groot was in de aarde, wierp David omhoog met de bedoeling dat David omgekeerd op die lans terecht zou komen en dood zou gaan. En wat gebeurde op dat moment? Kijken, waar ben ik gebleven? En wat gebeurde er? Er gebeurde een wonder dat Avishai, de zoon van Tsruya, die sprak de naam, de Shem, de onuitspreekbare 72 lettergreperige naam van God uit. En David bleef hangen tussen hemel en aarde boven die spier. Dus hij viel niet naar beneden. Dus door die Shem, de naam van God uit te spreken, bleef David hangen. Ik ga het niet letterlijk uitlezen, want mijn tijd is bijna om. Maar ik ga even vertellen hoe het verhaal afloopt. Dus David blijft hangen tussen hemel en aarde, boven die spier. Dan vraagt de Gemoren, waarom spreekt David zelf de naam van God niet uit? Het antwoord is, wat de Gemoren geeft, is dat de gevangene zichzelf niet kan bevrijden. Dus David, die hing daar. En op dat moment ging Tishbi uit Nof op de vlucht. Hij sprak weer de naam uit en David daalde langzaam neer en Tsruya pakte hem beet. En beide gingen Tishbi uit Nof achterna. En zij jaagde op hem en in Gat, het plaatsje Gat, dat ligt ook in Gaza, werd uiteindelijk Tishbi uit Nof, die werd gedood door hun tweeën. En dit verhaal loopt gelukkig dan goed af. En ik mag hopen dat Kodesh Baruch Hu ons volk zal helpen om uiteindelijk alle gevangenen en alle gekidnapten uit Gaza te bevrijden. Dus mogen wij dat spoedig meemaken. God ons zal helpen. Amen. Amen, Scar. Eventjes, je vroeg me net, voor je naar Leeuwarden gaat. Maandag de 27e kan wel om 10 uur, als je dat liever hebt. Maandag 17 november. 27. 27. Ja, dan was je, dat had je liever. Dat kan wel, want ik zie, ik heb om 11 uur een koerie. Dus Oké, zullen we dat dan doen? Ja, dan schrijf ik, ja, dan doen we dat. Dan en mag, hoe laat mag dat? Om 10 uur. 10 uur. Dat, wij, dat wil je graag. Ja. Ja. Dan wordt dat 27. Wat? 10 uur. Ik ook niet. Hadden jullie het allemaal begrepen, deze figuur? Ja, is niet moeilijk, hè? Ik ben er ook niet. Nee. Mooie, maar daarom, mooi onderwerp. Ja, dat is te begrijpen. Nee, dat valt niet veel te begrijpen, nee. Ik hou niet van die zware pilpoel, dat is allemaal wat. Nu moet ik heel snel naar Leeuwarden. Ik ben ook 3 weken. Nee, ik ga eerst naar Dubai, dan naar India.
Ja, eerst naar Dubai, dan naar India en op de terugweg ga ik nog een ticketje mee staan. Schaap, ja. Rijd voorzichtig naar dat Leeuwarden. Ja, ja, en jullie allemaal mazzel en mogen. Friesland is dan balans. Heb je paspoort bij voor Friesland? Ja, 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 Fries paspoort. Ik zou donderdag naar Israël gaan. Ja, misschien gaan we luisteren. We gaan vluchten. Dus ik, ja, ja, ja. Ik heb net gehoord al en alles. Ja, maar je vliegt met EasyJet. Ja, die heb je kan.